Hem bestem niet. Ik ben het niet in een zie. Wil je dansen met illusies, ben niet de oude. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik heb een ding in mijn mond. Maandag was vandaag. Ik weet niet hoeveel welke datum het is. Ik ga nu naar de sportschool. En neem jullie deze week weer lekker mee. Het is echt zo warm buiten. Ik wil echt niet sporten, maar ik moet. Een breaker, jongens. High protein. Goed zuigen. Rijk aan ei. Oh. Ik ben thuis van het sporten. Het was echt niet normaal warm. Het is nu echt bijna 20 graden of zo. De sportschool is natuurlijk ook pik warm. Gewoon lekker allemaal snijden. Wil jij? Ik ga allemaal snijden. Want wij hebben heel vaak halen we ananas en dan eten we het nooit. En dan is het verrot en kan je dat gooien. Zonde. Lekker. Ik ga nu even editen. De vlog van vorige week. Goedemorgen. Ik heb echt zin in vandaag. Het is vandaag dinsdag. En het waait hard. Ik weet niet of jullie me horen, maar ik ga nu naar Zaandam. Ik heb een meisje 7 jaar geleden leren kennen op de camping in Limburg. En die is laatst ook weer naar mij gekomen na 7 jaar. En nu ga ik weer naar haar toe. Voor de tweede keer zien we elkaar weer. Dus ik heb echt zin in. Maar ik weet niet of jullie me horen. Ah! Ik heb nu nog op de foto staan. We hebben net even wat gegeten bij de McDonald's. Echt dom, want het is echt 5 uur of zo. En we zouden hier ook nog avond eten. We hebben net een foto gemaakt hier en we zoeken nu even leuke foto spots waar we leuke foto's kunnen maken. Het is lastiger dan ik dacht. Ja, ja, dat ben ik. Hey, hallo iedereen. We zijn met Donut. Donut. Kijk. Oeh. Delicious. Deze is van Mel en deze is van mij. We kunnen een foto maken. We gaan daar. Ja, oké, okay, ja. Ze gaan loesoe. Bye! Oh my god, waarom doe ik mijn hoofd zo dichtbij? Ja, gaan we daar? Rustig, we moeten nog weglopen. Oh my god, dat kan echt niet. Ik doe mijn jas aan. She's ready. She's ready to go. She's ready to go. Oké, is het raar? Nee, hè? Wacht gewoon even. Stil even. Oké, okay, besef hoe mooi deze paté is. Werkte ik hier maar. We gaan bij de paté naar binnen. Oh my god. Wauw. Ik ben nu in de Stradivarius en ik heb 3 broeken en een shirtje die ik ga passen, want ik heb echt alleen deze broek en die draag ik echt elke dag, dus ik heb echt nieuwe broeken nodig. Ik heb nu dit shirtje aan, die is maar 6 euro en deze broek is maar 20 euro en hij zit gewoon goed. I love it, maar ik heb nog 2 broeken, dus ik ga even kijken welke het leukste is. Ik heb nu een mom jeans aan, zwarte. Maar ik heb hem met een maat groot gepakt, want hij was niet meer kleiner, maar hij zit ook echt veel te groot. Nee. En dit is mijn broek. De mom jeans. Deze zit wel echt mooi. Van achter ook. Deze is wel heel leuk. Pasten. Want op zich lijken deze twee echt ziek veel op elkaar. Ik ben de Stradivarius geweest. Ik heb kleren gekocht. Trouwens, de zus van Melanie is ook gekomen. Ze wil niet in de vlog. Maar ik heb haar dus ook 7 jaar geleden op de camping ontmoet. Het is wel leuk om hun dan te zien. Heb je een leuke lijf? Nee, dat zou ik nooit doen. Ik heb ooit dit geprobeerd. Hou die? Merch rope. Ja, het is zo lekker. Hemels. Ik heb 2 broeken gehaald trouwens. Had ik echt nodig. De ene weg had ik zoveel vertraging. Alles viel uit. En nu de terugweg. Ze filmen. En nu op de terugweg. Alle reizen vervallen. En overal storingen. Dus ik kan echt maar 2 treinen nog pakken ofzo. Dus nu kan ik pas over een uur de trein nemen. Ik zit eigenlijk voor het eerst in mijn hele leven in een tram. En hun lachen me echt uit dat dit mijn eerste keer is. Maar ik vind het wel leuk. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als een bus.
maar dan ga je door van die dingen. Nee, we hebben alleen bussen, treinen. We hebben ook geen metro. Ik ben één keer in de metro geweest, toen moet ik naar Amsterdam-Zuid. Ik ga weer naar Er gebeurde net zoiets raars. Oh ja, oh my god. Nou, er was dus een man en die wilde vragen waar Rotterdam Centraal was. Maar hij kwam echt zo, echt gewoon zo dichtbij. En hij ook helemaal naar bier, dus ik zei, oh, can you please? Weg. En toen kwam er al NS politie of zo. Dat was wel fijn, maar het was echt awkward. En toen vroegen die mensen aan hem, waar kom je vandaan? En toen kon hij zich identificeren. Hij zei dat hij helemaal uit Zwitserland kwam. En dat hij naar Oostenrijk wilde. Wat? Hoe ga je Maar als je uit Zwitserland komt, dan heb je toch wel erg moeten identificeren. Heel eng. Hij had twee tassen bij zich. Alleen maar bier. Alleen maar bier. En hij stond. Oh my god. Heel grappig. Ik wil dat meemaken, want ik moet de trein halen. Ja. Love you. Love you. Goedemorgen. Amsterdam was gisteren echt super leuk. Deze broek heb ik trouwens nieuw. Ik heb het waarschijnlijk ook al laten zien. En nog een andere die ik ook aan had in de vlog. Ik zie er echt niet uit. Mijn hoofd nog steeds lekker pukkelig zoals gisteren. Maar ik ga even een uurtje pump doen in de sportschool. Ik weet niet of wat het in te houden. Ik geloof met gewichtjes en zo. Alleen mijn zus heeft het vaak gedaan. Dus ik ga met mijn zus mee. Ik ga even snel wat eten en dan ga ik die kant op. En daarna naar school, helaas. Zijn we op school? Luister jullie even na. Oh, dit is in de met mijn babe. Nee, dit is vals kleren. Heb je iets leuks te vertellen? Luister, ik heb iets heel leuks te vertellen. Okay. Ik ben benieuwd. Je moet opbrengen. Ja, ik ben mooi doen. Ja. Jij hebt me achtergrond van hè? Oké. Ik liep over straat. Serieus, wanneer? Jij was. Goeie beat. Ja, maar ik klik gewoon eentje aan. Vanochtend. Oké, ja, ga door. Goeie beat. Kom erbij. Of speel iets op je gitaar. Toen. Ik kan het niet. Liep ik. Door de vlog. En toen kwam ik een bananenschil tegen. Ja. Hey, Siep. Hey, op de grond. Vlog you. Ga door, kijk je? Ik ga stuk. Hij is niet bekende YouTuber. Ik ben geen bekende YouTuber. Hij staat zo op YouTube. Nu? Hey, Kieven, ik kan word ik nu beroemd? Als je mij wilt volgen, oh, ja. Mag ik reclame maken voor mezelf? Ja. Van het goede leven. Oh kijk, we hebben een vraag. Ik ben Geronimo. Ik ben een, doen jullie jongens? Een jongen uit het noorden van het westen van het land. Oh daar. Nu weet waar het is. Volg me op Instagram. Geronimo-WP. She's not amused, man. Geronimo-WP. Oh, doe maar shout-out. Hoeveel kijkers heb jij gemiddeld? Jij doet, jij bent gewoon niet. Jij bent gewoon. Insta, je weet. Jij bent gewoon. Zo, je zou moeten weten. Je bent de eerste blanke die mijn naam normaal zegt. Ja. Ja. Hallo, mag, dat kan niet. Ik eens een keer proberen te vloggen. Zo? Zo, en zo loop je de hele dag. Ja, kijk in die lens. Oké. Je weet toch, waar zijn wij de die Mongo vlog? En ja, je weet toch, we zijn er gewoon, man. We zijn met Toby, je ziet het. En met Mzlani. En we zijn met Mzlani. En met. En met. Kekkels. En met Jesse. Dat. Percy. Aha, je weet. Maar je mag er ook wel Pussy zeggen, van de Black Rock. Ook, ja. Wat hij zegt. En nee, ja. Nee, niet wat hij zegt. En ja, waar kunnen mensen jou checken? Ja, waar kunnen ze kennen mij van onder andere collectief Kaduk, Leeuwarden collectief. Dat is ga je naar school? Oh, Leeuwarden collectief. Aha. Volg me op Insta, proxy, laagstreepje 16. Lekker flex. Okay, mijn naam is d.mongo op Insta. Dus, hey. Dus ja, je kan me gewoon volgen. En waar kennen mensen jou van? Ja, ik maak die beats toch? Ik ben die beatmaker, die producer. Welke beat er ook? Je bent die beatmaker. Ja, ik maak gewoon beats en zo. Dus ook met deze man. Deze, ja, binnenkort komt onze single uit. En ja, 19. Welke datum zijn we vandaag? Welke maand zijn we nu? April. April. Ja, 19 april komt ook een nieuwe pokoe van mij uit. Dus ga eens. Oké, there you go. Ik spuug op je met echt met slime, hè? Ik zweer. Jakkes. Hoe kun je inzoomen? Nu? Ja. Kom. Hai. Succes! We gaan samen checken. Succes! We gaan voor Omroep Friesland. Mag ik? Doei! Top. Nou, als we deze nou gewoon hier neerzetten, dan heb je ook nog... Nee, beter gaan we echt even een liedje maken voor de video. Ja, maar nee, maar dat kan niet, want... Nee, maar ik ga niet even met dingen. Ja, nee, maar we kunnen ook niet die gitaar gaan.
Ik kan jullie wel vasthouden. Nee, dat kan echt niet. Ik kan jullie wel filmen. Ik kan jullie ook wel vasthouden, maar dat is het. Hou het vast dan. Ben ik een goede vlog? Als je mij er een beetje op leidt, dan is je altijd. Oké, dan gaan we alleen maar zo. Dan gaan we alleen maar zo. Niet los laten zitten. Jongen, hij staat toch. Hey. Maar je kan je wel gaan zien. Ja, beneden naar rechts geloof ik. Ze hebben soundcheck. Oh. Oh my niggas. Bel me. Jij bent echt zo'n white girl die dat zegt. Oh my niggas. Follow Insta. Staat, staat daar ergens in beeld. Ja, daar. Melanie die popt er zo wel in beeld. Ik kan wel minder doof zijn. Ik ben weer thuis van school. Ik heb net ook een paar uurtjes gesport. En ik heb nu dit outfitje aan. Dit is het nieuwe boek van de Stradivarius. En dit cool shirtje. Ze is vanaf even mij. Dit jasje van de Forever 21. Ik ga nu naar de Neushoorn naar mijn school. En dat zijn nu theaterstukken van de eerste en tweede. Of misschien wel even van de eerstejaars. En die gaan ze nu lekker opvoeren. En leek me wel leuk om daar even bij te kijken. Ik ben nu mijn tas aan het inpakken. Want ik sta vanavond met mijn vriend. En dan ga ik zo met de trein die kant op. Dus that's it. Fouten. Hier, volg met een T. Je geeft slecht les. Zeg alles maar. Dat doe ik. Kijk hoe je staat. Zo, beter. Jouw voeten staan niet op de grond. Ze bungelen slap aan het einde van je benen. Kijk hoe je kijkt. Wat is dat voor blik? Liefde. Elke onderwijzeres weet wat ze aan moet trekken. Behalve jij. Een broekpak? Een mantelpakje. Een loodsgrijs mantelpakje. Ik heb je leesboekjes meegegeven. Je hebt ze niet eens aangeraakt. Ik ga. Moet ik nog wat voor je meenemen? Mijn vrouw. En ik hou van je. Met hart en ziel. Verlaat het huis. Het is een beetje een ongelukkige mededeling. Maar ik moet heel morgen naar de wc. Ik hou het niet meer. Lieve Lena. Kijk eens wie er voor je zit. Brand in een goed humeur. Wat wil Kate? Hou je van haar? Ja. Wat wil je? Een borst, Lena. Eén borst. Kom eens dichterbij. Wil je een glas melk? Water. Ik heb nog wat van die vla. Ik heb dorst. En kan ik zien die water? Karnemelk? Goed voor je darmen. Dat is niet zo. Water. Goed met jou? Goed. Fijn, yeah. Gaat het? Goed! Kut! Helemaal kut! Ik geef jullie één taak. Ik betaal jullie ervoor. En wat doen jullie? Je werkt niet! Ja,
78.000 views, hè. Maar we zijn weer op school. Het is vandaag vrijdag, laatste dag in de week. En we hebben tot 2 uur school. En daarna ga ik even lekker sporten. En verder weet ik niet wat ik ga doen. Ik loop gewoon zonder jas. Ik ben niet meer gaan sporten. Want ik dacht, ik ga nog even 5 minuten liggen. En toen ben ik gewoon 1 uur lang in slaap gevallen. Dus ik ga zitten met Anis. Ga ik weer te vroeg horen. Gaan we de stad in. Alleen hij treuzelt, like always. Alleen mijn jas ligt nog bij mijn zus. Dus ik loop hier ook echt zonder jas. Dus ik kan dus nou eerst mijn jas op. En vanavond sporten. Niet goed zien. Ik heb mijn haar geverfd. Oh, je zit achter echt helemaal blonde. En dan blote benen. En dan dit jurk. Gewoon een beetje basic, maar wel echt heel... Echt leuk! Ik wil echt bruin haar nu, hè. Ik ben nu met mijn vriend, ik lig nog lekker op de bank en ik ben nu mijn video aan het editen van deze vlog. Morgen moet ik 12 tot 6 werken, dus ik ga hierna lekker slapen en dan zie ik jullie morgen weer. Dus, good night! Ja, waarom heeft het wel niet? Ik ben net deze sporter en ik ben nu in die bioscoop samen met Nico. We gaan naar Little. Hey, leuk. Heb je al het trailer gezien? Ja, ja. Leuk, hè? Ja, dat... No postmates in school, okay? Sorry. You know what? I am done chasing you. We zijn net bij de bioscoop geweest naar de film Little. Was echt super leuk. Hij was grappig, hè? Ja, ja. Ja, wel leuk. Ik ga nu weer naar Davy toe. Jij gaat nu lekker naar huis? Ja. Het is nog licht gelukkig. School duurt bijna 9 uur. En morgen heb jij weer school. Ik ben lekker vrij. Dus ik hoop dat jullie deze week vlog leuk vonden. Vonden jullie het leuk? Doe dan een... Nou, duimpje omhoog. En abonneer even op mijn kanaal. En tot de volgende video. Doei! Jij bent nu verleden tijd voor mij. Wat we hadden was echt, maar sorry dat is voorbij. Ren voor die money day and night. Eigenlijk ben ik weg, je weet ik ben op de grind. Wil ik in met cheese en die.